In februari 2019 werd het Data Detox project van Vers en de Friese Bibliotheken geselecteerd als één van de vier landelijke proeftuinen voor bibliotheekinnovatie. We beloofden met de financiële bijdrage twee dingen te doen. Allereerst vertaalden we een groot aantal Engelstalige workshops rondom data en privacy naar het Nederlands. De workshops zijn oorspronkelijk ontwikkeld door Tactical Technology, de non-profit organisatie die ook tekende voor de Data Detox Kit en de tentoonstelling Glassroom Experience. Het aanbod karakteriseert zich door zowel de speelse als inhoudelijke activiteiten rondom de thematiek van data en digitale privacy. We stellen ze publiek beschikbaar aan iedereen die daarvan gebruik wil maken. Daarnaast organiseerden we twee bijeenkomsten voor bibliothecarissen. Deelnemers aan deze proeftuinsessies maakten daar kennis met de Data Detox Kit en de tentoonstelling Glassroom Experience. Tijdens de twee bijeenkomsten voor bibliothecarissen stonden onder andere twee van de workshops op het programma. Tijdens Word Search Data Traces kregen de deelnemers een woordzoeker voorgelegd waarbij zij moesten zoeken naar toepassingen van Google of Facebook. De onderliggende vraag hierbij was welke en hoeveel data je creëert en deelt met diensten van deze bedrijven. In de vervolgworkshop Data Shadows / Data Brokers maakten we een Polaroid-foto van de deelnemers en werd er gevraagd van henzelf een profiel op te stellen. Welke apps gebruik je vaak of welke typeert je het meest? De groep werd vervolgens gevraagd om op basis van deze profielen een business case rond elk profiel uit te denken. Hoe kan er met de datasporen van een individu geld verdiend worden? De twee workshops werden omlijst met twee video's en groepsdiscussies. De eerste video betrof een interview met Shoshana Zuboff over haar geruchtmakende boek over surveillancekapitalisme. De tweede video was de TED-talk die journalist Carol Cadwalader gaf over de twijfelachtige rol van Facebook in de Brexit-campagne en haar bredere oproep aan Amerikaanse techbedrijven om hun verantwoordelijkheid te pakken. Voornamelijk de laatste video leidde tot soms bezorgde reacties. Dit onderbouwt tegelijkertijd de relevantie van het Data Detox-project. Ik had veel stof om over na te denken in de trein, was een van de reacties die later via de mail binnenkwam. En laat dat nou precies één van de belangrijkste elementen van het project zijn. Het kweken van bewustwording bij zowel collega's als bibliotheekbezoekers. De bijeenkomsten leiden echter ook tot heel praktische vragen. Hoe ga je met de Data Detox Kit aan de slag in een bibliotheek? Of wat moet je doen als je de tentoonstelling Glassroom Experience programmeert? Het leidde bij ons tot het besef dat we een handleiding met praktische tips en tricks moeten samenstellen. We denken daarbij aan het uitwerken van een aantal scenario's, van klein naar groot, hoe je de activiteiten rondom de thematiek van data en digitale privacy in een bibliotheek organiseert. Zo zou je bijvoorbeeld de ophef rondom FaceApp of TikTok heel goed kunnen gebruiken om het werken met de Data Detox Kit te koppelen aan de actualiteit.